Dit is Jack zijn eerste vlog. Hallo, goedemorgen. En iedereen slaapt nog hier in huis. Een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Jola is nog aan het bijkomen van Center Parcs. Ja, we moesten ze wakker maken vandaag. Er was niet wakker te krijgen. Nee. Zo, ik ben in Jackson kamer en ik ga eens eventjes zijn kleding uitzoeken. Want die heeft echt een hele plank vol. Ik kan zien dat ik nogal gestrest ben af en toe wanneer ik kleding aan het zoeken ben. Dit moet echt even gereorganiseerd worden. En ik ga dus alle kleding die er niet meer past even eruit halen. En dat is heel veel. Want het is echt super snel gegaan. Jax groeit als een gek. Hij is al 6 kilo. En hij heeft al maat 62, 68. En dit is zo'n beetje allemaal 50, 56. Dus ja, ik ga ze even uitzoeken. Ik had hier al een stapeltje met kleurtjes die sowieso al echt klein zijn. Die gaan allemaal naar een vriendin. Dus daar ga ik even... dat ga ik dan even allemaal apart houden. Dus dit is before. En dit is Jax deze ochtend. Die is even aan het oefenen. En Jax? Ja, zijn nekje wordt steeds sterker en sterker. En wanneer het beter gaat met zijn nekje, dan gaat het ook beter met zijn voorkeurskant. Ah, kijk. Zo lief. Is papa er weer? Nog maar een idee. Nee, ik wil wat zeggen. Nou, dat is allemaal te klein. Dat gaat naar een vriendin van me die ook zwanger is van een jongetje. En dit is een beetje gereorganiseerd. Ja, goed hè. Hallo, goedemorgen. Het is weer een goede dag, hoop ik. De fysio die komt straks voor Jax, thank god. Want gisteravond, laat het heel eerlijk wezen, het was gewoon een hele zware dag gisteren. Ik heb eigenlijk de hele dag met draagdoek gelopen, los van heel eventjes naar de supermarkt. Maar wilde gewoon echt verder nergens anders slapen dan op mijn rug. Dus, of op mijn rug... Op mijn buik, in mijn draagzak. Dus ik voel het heel erg in mijn rug, dat wilde ik zeggen. Ja, mijn rug is echt best wel een beetje klaar met de draagdoek de hele dag. Het is een goede rug. Goedemorgen! Het is een goede draagzak. Dus dat is het niet, maar het is ook niet dat hij niet lekker zit. Hij zit prima, maar wel wanneer je gewoon echt rechtop blijft. En ik ben gisteren zoveel aan het doen geweest met de zak ook nog op. Dat ga je op een gegeven moment echt wel voelen. Lekker wazig, Dies. Denk eens een keer na voordat je de camera pakt over wat je gaat zeggen. Want dit gaat helemaal lalalap. Anyway, de fysio die komt dus. Ik zal zo vertellen hoe het verder gaat met Jax nadat de fysio is geweest. Want dan kan ik daar meteen wat over vertellen. Zo, nou, ik voel me weer hartstikke goed. De fysio is weer geweest en dat deed me echt weer eventjes goed hoor. Gewoon eventjes wat dingetjes horen die ik eigenlijk misschien stiekem wel een beetje wist. Maar het komt erop neer dat deze lieve Jax hier, die poept maar om de 4 dagen, 5 dagen. En dat kan dat hij daar wel last van heeft. Dus daar krijgt hij waarschijnlijk iets voor. Ze gaat heel even contact opnemen met de huisarts. En dan hoor ik dat straks. Ja. Ja. Dit is Jax zijn eerste vlog. Aww. Cutie. Met je mooie grote ogen. Hey, de dames willen iets proberen. Een bakje. Of een waterbloem. Is die erg? Zeg het? I'm on fire, all, fire at all. Ze hebben gelijk. Later pas, toch? Dat ze dit gewoon kunnen maken. Oké, let's go. Ja. Ik heb Floor, hoe heet het? Floor. Voorlax heb ik gekregen voor Jax. Omdat hij dus alleen maar poept om de 5 dagen ongeveer.
En dat is niet zo goed, dus we proberen het een beetje meer. Althans, het kan wel met borstvoeding. Niet schrikken, want het is met borstvoeding wel mogelijk om niet zo vaak ontlasting te hebben. Maar hij heeft er gewoon heel erg last van de opstopping. Dus ik ben nu ook al een tijd gestopt met, hoe heette dat ook weer? Johannesbrood pitmeel. Dat gaven we al niet meer. Today maak ik deze vegan crème pâte.